Het was eigenlijk een oproep naar de ouders toe om gewoon het gezonde verstand te gebruiken. En u bent hier toegekomen omdat het vrij druk was dus, hè, met kinderen? Ja, u weet dat wij een hele kinderrijke gemeente hebben. Ik bedoel, 50% van onze bevolking is onder de 22 jaar, dus daar zitten echt heel veel kinderen bij. En wij weten hoe kinderen zijn. Kinderen willen graag spelen, horen te spelen met elkaar. En dat is even een uitdaging om daar goed mee om te gaan. Het onderwijs is nu gevraagd om aangeboden lesprogramma's meer over de dag te verspreiden, zodat niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten kunnen spelen. En dat heeft resultaat. Ik zag ook berichten op social media van wel goed dat wij die structuren aangeboden krijgen, dat wij de pakketjes konden ophalen op school. En dat je ook niet denkt van, wat moet ik nu met de kinderen gaan doen? Maar je kan zeggen, nee, we hebben een vast schema en dat gaan we uitvoeren. En dan dus ook de oproep om ook in de vrije tijd wat meer op ze te letten? Ja, dat is eigenlijk wel toch wel de vraag van, ga nu zelf met je kinderen op stap. Dus als je dat vrije uurtje hebt en je bent thuis, ga er ook kijken van waar gaan we dan heen? Welke plek is veilig, dat we niet te veel op elkaar klitten. Dan gaan we op een andere plek gaan wij spelen. Kijk, het was de eerste dag zo dat het speelbos, dat zat bijvoorbeeld bomvol. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn.